en 7. Ja, dus maandagavond, het is 15 april. Dit is hem dan, de week voorafgaand aan de bekerfinale. De bekerkoers gaat in ieder geval de komende dagen tot een hoogtepunt komen. En wij gaan voorbeschouwen. Dat doen we dus niet 1 uur, nee, dat doen we 2 uur. Want inderdaad, het is 8 uur, normaal pas om 9 uur. Maar we zijn er nu met de NEC Update Live. We hebben een vol programma. We gaan veel praten met verschillende mensen over die bekerfinale die eraan zit te komen zondag om 6 uur. En ik zat vandaag al een beetje terug, gisteren al en vandaag ook een beetje van, ja, straks was het 7 uur. Stel je toch voor dat je hem wint, dan is nu ongeveer over een week net de huldiging afgelopen. Maar zover is het nog niet. Maar we gaan wel lekker vooruitblikken en dat doen we vandaag in de studio met Nick Rokers, verslaggever van RN7. We zijn er weer. Je bent er weer. Ja. Ik heb nog iemand anders aan de andere kant. Daan Bastiaans. Ja, sowieso cameraman bij de NEC Update geweest. Maar natuurlijk ook supporter. Zeker weten. Van het eerste uur een beetje. Ja, vanaf kleinste van, hè? Vanaf kleinste van. Ja, ga je naar de Goffert, hè? Ja. Leuk dat je er bent. Ook van jouw kant natuurlijk als supporter. Geweldig deze... Dit. Ja, dat is ongelooflijk eigenlijk, hè? Als je dan kijkt dat je een paar jaar geleden weer gepromoveerd bent. Dat je nou al in de finale staat... Van de beker, ja, dat is niet normaal eigenlijk. Ja, bijzonder seizoen. En ja, de hoofdgast van vandaag, Sijn Visser, zei goedenavond. Goedenavond. Fijn dat je kon komen vanavond praten over NEC. Dat doe je graag. En zeker als de bekerfinale speelt, ja, die weet je wel, hè? Ja, die heb je zelf ook gespeeld, hè? Een soort ervaringsdeskundige aan worden. Laten we eerst maar eens eventjes teruggaan naar gisteravond. Want de generalen noemen ze dat dan voor de bekerwedstrijd. PEC Zwolle was de tegenstander in de Goffert. En het werd 2-2. Sai, hoe heb jij naar die wedstrijd gekeken? Ja, een beetje met wisselend blik eigenlijk. De eerste helft was niet echt goed van onze kant. En we kwamen 0-1 achter al vrij snel door een zonderschot. Dat was ook zonde. Ja. En toen hadden we toch moeilijk om kansen te creëren, eerste helft. Maar vanaf de start de tweede helft ging het een stuk beter. Dus er meer inzet, meer beleving. Je kon wel heel snel al op 1-1, 1-2 of 2-1. En ja, toen denk ik, ja, nou is het erover en klaar. Ja, iedereen zat te wachten tot die 3-1 zou gaan vallen. Hè? Ja. Nou ja, goed, we hadden natuurlijk een keeper die ik normaal niet, geen echte sterkeeper vind. Maar die had toevallig zijn dag gisteren, pakte alles wat hij kon pakken. En dat die redt daardoor eigenlijk een punt voor hun. Ja, ja. Belangrijke punt voor hun in ieder geval. Want volgens mij zijn ze nu wel veilig gespeeld. Dat hadden ze eigenlijk net een beetje nodig. Ik denk het, ze waren denk ik wel veilig. Maar goed, nu hebben ze wat meer zekerheid. Hoe belangrijk, jammer is dan dat je dan niet weet te winnen voor zo'n aanloop naar zo'n wedstrijd? Naar de bekerfinale? Ja, dat is natuurlijk niet de intentie. Je wilt natuurlijk op alle drie kansen die je nog hebt. Hè, dus de bekerfinale, de vijfde plek of de nacompetitie. Wil je natuurlijk alle troeven in hand houden. En dat had ook gisteren eigenlijk wel gemoeten. Maar goed, zoals je hier in het voetbal, dat kan nog een keer. Ja. PEC speelde overigens ook best wel goed, vond ik hoor. Ja, ja, ja. Ze vielen me niet tegen, laat ik het zo zeggen. Ze waren in ieder geval beter als wat we daar zagen in Zwolle toen. Ja, want precies, toen was het echt precies. Dramatisch. Nee, er zat goed voetballend in elkaar. Niet dat ze heel veel kansen creëren, maar ze maakten het ons toch wel lastig. En ja, dat lag hoofdzakelijk ook aan onszelf. We waren zeker in de eerste helft niet onszelf. Ja, dat kan een keer. En dat heeft toch denk ik te maken met komende zondag. Ja, wat denk jij, Nick? Zat de beker er al een beetje in bij de spelers? Ja, ze zeggen natuurlijk allemaal van niet. Maar ik denk onbewust of ja, toch wel bewust wel. En dat is ook niet gek. Ik bedoel, ja, hoe vaak speel je nou als NEC-speler een bekerfinale? Maar goed, ook ik denk dat het niet alleen bij NEC is. Maar ook bij Feyenoord is het ook een onderwerp dat speelt. Ook in de wedstrijd voor hun tegen Fortuna. Maar inderdaad, ja, ik ben het mee eens. PEC Zwolle speelde een goede wedstrijd gisteren. Ik vond NEC erg afwachtend in de eerste helft. Een beetje een tamme indruk maakten ze. Wel vind ik het wel grappig om te zien dat PEC Zwolle eigenlijk alleen kan scoren uit paar zondagschoten. De eerste was een mooie goal, de tweede was een goede vrije trap. Ja. En echt tot grote kansen. Ja, voor mijn eentje de eerste helft van T. Waar Sillissen moest redden. Ja. Maar verder heb ik niet heel veel grote kansen gezien van PEC Zwolle in de wedstrijd. Ook niet echt van NEC. Alleen op het einde dat ze veel begonnen aan te dringen. Maar ik denk dat een 2-2
op zich wel een terechte uitslag was voor de wedstrijd van gisteren. Ja, hoe heb jij dat beleefd? Jij staat normaal gesproken een vak 080. Ik sta 080, ja. Dus dat is soms beperkt zich door al die vlaggen. Maar ja, dat is... Hoe was daar dan de sfeer? Want ja, je speelt gelijk. Nee, ja, dat is, thuis zijn we haast niet meer gewend natuurlijk. Nee, inderdaad. Nee, de sfeer was volgens mij wel oké. De hele eerste helft, ja, je merkt een beetje dat het wel een beetje... Nou, gaat het nog wel lukken? Nou, die tweede helft ging het dan wel lukken. Nou, dan heb je toch een soort feeststemming daarna. Het hele stadion ging ook meedoen. Ja, terwijl ik NEC daarna juist heel slecht vond spelen, dat een kwartier later. En dat hij in 2-2 ook viel. Ja. Ja, daarna heb je natuurlijk wel de hoop nog dat die doelpunt nog gaat vallen aan onze kant. Dus dan ging het stadion weer opnieuw. Maar goed, ja, iedereen was ook wel een klein beetje bezig aan het eind van de wedstrijd al wel met zondag. Vooral in 0-80 werd al flink op zondag ingezet ook, ja. Ik vond het wel jammer dat het ook wel redelijk snel leegliep na de plaatsvrijheid. Ja, natuurlijk, ja, natuurlijk zondag 8 uur, maar zo'n laatste wedstrijd voor de finale. Ik denk, nou, ik had toch wel een beetje op zo'n mooie eerronde nog gehoopt. Op het einde. Nou, 2-2 is dat natuurlijk niet echt... Nee, oké. En ik denk ook niet dat, ook al had je dik gewonnen, ik denk dat iedereen, want het late wedstrijd zondag, er zit niemand normaal gesproken op te wachten. Ik was ook nog eventjes boven en dat was ook helemaal leeg gewoon. Dus iedereen gaat gewoon vrij snel naar huis. Hoe ver ben je bezig met die wedstrijd van zondag? Hoe was dat in jouw tijd? Was jij als speler die laatste wedstrijd voor de bekerfinale daar al mee bezig, zei je? Ja, tuurlijk. Tuurlijk ben je daar mee bezig. Je wil niet geblesseerd raken, je wil geen schorsing oplopen. Dus je bent er in je achterhoofd toch mee bezig. En ik kan je wel zeggen, dat zijn we niet. Maar dat praat niemand uit je hoofd hoor. Dat is toch iets wat je niet elk jaar meemaakt. Dus dat werkt door. Steeds zeker. Ik vond ook gisteren, ik hoorde het nu van Rogier. Na die 2-1, we begonnen heel goed de tweede helft. Maar na die 2-1 was het een chaos. Ja. Organisatorisch. Het klopte niks meer. Alles liet lopen. En er was helemaal geen organisatie meer. En dat viel me wel zwaar tegen. Ja, dan trek je eigenlijk die wedstrijd zo naar je toe. Als je gewoon in die organisatie blijft staan en die druk blijft zetten, dan wordt het 3-4-1 misschien. Ja, ja. Dat zeggen ze zelf ook. Hè, was het voor mij Dirk die het zei van, we zakken weer wat te veel terug naar een voorsprong. En ja, het was niet alleen terugzakken, het was ook de hele organisatie. Nee, maar dat is het was één grote chaos. Het leek, niemand wist meer wat hij moest doen. Het was ja, na een voorsprong heeft NEC dat wel nu vaker dit seizoen gehad. Dat ze het even niet meer weten. Dan moeten ze het weer even neerzetten. Ja. En dat verbaast me dan toch wel weer. En dat nu nog steeds gebeurt in speelronde 30. Of het dan... Ik zei het ook, ik miste af en toe de scherpte. Volgens mij ga je sowieso duels minder fel in, omdat je toch bang bent je zult maar per ongeluk toch een keer te laten zijn en die rode kaart krijgen. Ja. Dan ben je er ook niet bij. Ja. Of je raakt geblesseerd. Dat blijft volgens mij toch altijd in je achterhoofd zitten. En dat zag je ook tegen Feyenoord. Kijk naar Feyenoord, de laatste wedstrijd tegen Fortuna. Ja, die wedstrijd heb ik ook gezien. Dat was ook een drama. Ja. Er zat ook helemaal geen inzet in. Als je dan de vergelijking zag tegen Ajax vorige week. Ja, dat is een wereld van verschil. Hè? Dus... Eigenlijk viel Sano voor het eerste keer sinds weken een keertje tegen. Ja. En dat kan. Maar dat was wel jammer, want ik denk dat we zo'n bewegelijke buitenspeler zoals Sane wel nodig hadden deze wedstrijd. Ja, ik had het idee dat hij weer erg moest wennen aan de positie waar hij nu speelde. Was ook weer wat vreemder voor hem. Dat kon je ook zien. Hij is natuurlijk gewend geweest om op middenveld te spelen. En dat gaat hem prima af, vind ik. Dus voor mij viel Sandler weer gewoon positief op. Ja. Dat is voor mij toch de beste speler van NEC. Het is zo geweldig als je alleen. Ja, soms moet je gewoon een wedstrijd alleen maar op Sandler letten. En het is zo geweldig hoe met de rust. En dan denk je van, zet eens even wat bij. Ja. Op een gegeven moment moest je even een keer schakel die even een tandje door. En dan versnelt hij zo in één keer. Hè. Hij stak het hele veld over. Ja, en dan denk ik geweldig dat hij kan. Hij komt van Manchester City. Hè. Ik heb zaterdag Manchester City zien spelen. Nou, daar past hij zo in hoor. Ja. Daar kan hij zo in mee. Ben ik heilig van overtuigd. Als onder hij maar fit blijft. Trainer heeft hij gewerkt. Onder Pep Guardiola heeft hij gezeten. Dus. Het is ook zijn voetbal. Dat zou hij echt prima in passen, denk ik. Ja. Ja, maar ik denk niet dat hij die stap nog een keer gaat maken. Of wel Nou ja, dat zeg ik. Hij heeft natuurlijk een etiket opgeplakt gekregen van te vaak geblesseerd. En dat hij daar vanaf komt, weet ik niet. Dus daar hebben wij natuurlijk ook weer meegemaakt hier dit jaar. Toch wel vaak weer pijntjes en last heeft. Ja, dat was vorig seizoen ook al. Hè? En vorig seizoen ook al. Dus nu gaat het een tijdje alweer goed. En dan zie je ook gelijk, je ziet Nuiting opbloeien als hij erbij is. Ja. Dus daar ben ik wel erg tevreden mee. Wat vonden we van Brian Pereira? Oei. Dat was de minste. Ja. Daar kan ik nog gewoon hard en eerlijk in zijn. Ja. Die jongen die is natuurlijk nog jong. Toen hij net kwam, zag het heel veelbelovend uit. En
aanvallend en verdedigend. Dan zeggen we, ja, is veel beter dan Van Rooy. Maar Bart is natuurlijk verdedigend veel solider. En daar kan je meer op vertrouwen dan op Pereira. Want hij weet soms niet wat hij doet. Nee, hoe dat idee dekken, heb ik ook, ja. Hoe hij moet dekken, hoe hij moet... Man moet afschermen. Dus ja. Loopt soms aan de verkeerde kant te dekken. Of op een verkeerd moment instappen. Dus die moet nog wel wat leren, ja. En ja, de keeper. Ja, blijft goed, hè, gewoon, hè. Ja, stond weer goed te keepen. Ja, ook in de eerste helft, redding. Er werd ook niet heel veel gesproken in samenvatting of zo. Maar hij komt er eentje goed uit nog. Jasper, ja. Die eerste had hij wel kunnen hebben, hoor. Ja, vond je? Ja. Nou, ja, vond je? Daar had ik het met Fred pingel. Rutte over in de rust. Hij zei, die had hij wel kunnen hebben. Ik zeg, kijk jij nog eens even goed naar het beeld. Nee, die was ja, die echt... ging recht op hem af. Ik zeg, we gaan... En toen kwam toevallig de herhaling. Ik zeg, kijk nou maar, want die sloeg helemaal van hem weg. In het zijnet zelfs. Ja. Dus ik zeg, die was echt niet houdbaar. Prachtig doelpunt. Dat is gewoon een mooie goal. En dat hebben we dit jaar, dit jaar al wat vaker gezien. De doelpunten uit vrije trappen, wie erin gingen bij Jasper, waren ook echt gewoon hele goede vrije trappen genomen. Ja. Ja. Goed, dan de bekerfinale. Ja, die komt eraan. Ja, je hebt hem twee keer gespeeld, hè? Twee keer gespeeld en drie wedstrijden. Dat klopt. Ja, want tegen Ajax was uit en thuis nog. Hè? Dat is toch bizar. Nou ja, dat seizoen had de KNVB bedacht om vanaf de kwartfinale al uit- en thuiswedstrijden te gaan spelen. Dus we hebben en tegen Wageningen en tegen Haarlem twee keer moeten spelen. En tegen Ajax in die finale ook. En het doelsaldo telde ook niet. Wij verloren bij Wageningen met 3-1. En thuis wonnen we met 2-1. Dus normaal gesproken ben je dan uitgeschakeld. Maar dat werd verlengen. En toen hebben we na strafschoppen nog weer gewonnen. Dus heel raar systeem. Maar hoe kan dat nou? Werd dat tegen jullie ook vooraf gezegd? Van ja, die eerste wedstrijd die gaat dan nergens over. En die tweede is dan voor het echi? Nee, zo gaat dat niet. Je mag ze allebei. Je mag er één verliezen. En het maakt niet uit hoeveel. Normaal met die Europacup-wedstrijden vroeger, dan zorgde je dat je in ieder geval ook een goal maakt. Die telde dan ook nog dubbel in uitwedstrijden. Ja. Maar dat was ook helemaal niet het geval. Dus het maakt niet uit of je met 3-0 verloor of met 1-0. Je kon je toch in een thuiswedstrijd met 1-0 weer goed maken. Ja. Dus heel raar. En daar zijn ze ook gelukkig weer heel snel van afgestapt. Ja, want ook de finale dan uit en thuis spelen in Amsterdam en Nijmegen. Het is op zich natuurlijk wel leuk, maar het zet ook geen zorgen aan. Een finale moet je spelen op een vaste plek. Wembley, de Kuip, noem op. Ja, jij zegt de Kuip, want dat heeft nu iedereen natuurlijk die zegt, je speelt tegen Feyenoord, dus je hebt gewoon alweer een nadeel. Je speelt eigenlijk gewoon een uitwedstrijd en Feyenoord een thuiswedstrijd. Ja, dat is ook wel zo, maar goed, dat hoort er nou een keer bij. We hebben geen groot stadion, neutraal stadion, Olympisch stadion, dat is te klein in Amsterdam. Dan moet je het daar doen. Arena misschien. Ja, dat de Arena, maar goed, de Kuip heeft toch wat meer historie. En, ja, zeker. Ja. Ik vind historisch toch ook wel belangrijk. En het is een heel begrip geworden. We gaan naar de Kuip. Dat zingt iedereen als ze die finale willen halen. En het is afgesproken. Alle clubs hebben ermee ingestemd. En daarom... dan weet je dat het zo kan zijn dat Feyenoord daar gaat spelen in de finale. We hebben het al eerder meegemaakt tussen. Ja. Toen verloren we met 2-1. Ja. 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 Is het dit jaar dus de tijd om hem te pakken, zei je? Ja, wat mij betreft wel. Na vier nederlagen wil ik het wel een keer die beker mee naar Nijmegen nemen. Ja, hoe groot acht je de kans nu? Nou, als je heel reëel kijkt naar de begroting elftallen, dan is het misschien 60-40, 70-30 voor Feyenoord. Maar we maken echt wel kans, hoor. Dat hebben we ook al bewezen, maar we moeten wel in goede doen zijn. Ja, het komt, en dat heb Erik Meijers al een keer gezegd, je kunt alle wedstrijden ervoor, maakt allemaal niet uit. Je kunt heel goed spelen. Het gaat om die wedstrijd. Die op dat wedstrijd moment, moet je er staan en moet je van meet af aan er vol op zitten en geloven. He, niet denken van, we spelen tegen Feyenoord en het zal wel lastig worden. Nee, geloven in eigen kunnen. En dan kunnen wij best wel wat. Dat hebben we tegen PSV laten zien. Dat was ook al een wedstrijd die iedereen zei, nou, kansloze missie, je hoeft niet aan te beginnen. Nee, nou ja, tegen de topclubs sowieso dit seizoen. Maar dit seizoen gaat het eigenlijk heel goed. Alle topclubs hebben toch punten tegengepakt. En dus ook tegen Feyenoord. We hebben er in ieder geval dit seizoen niet verloren. Nee. Toch? Ja. Als we dat zo houden. Dan... Ja, dan is het heel mooi. Maar goed, het is voor Feyenoord de ene sprei. Maar bij Feyenoord gaan ze er eigenlijk allemaal, wat je een beetje hoort in de media en allemaal ziet, gaan ze er allemaal vanuit. Nou, wij hebben hem eigenlijk wel. Dus dat is ook dat gevoel kennen wij in Nijmegen ook een beetje natuurlijk met tegen Roda JC. Hè? Toen dachten we ook al in 2000 van, we hebben wel Roda. Dat gaan we wel pakken. Ja, dat weet ik nog wel. Nou. Ja, zo. Maar ja, bij ons in 1973 was het nog veel erger. Wij gingen hier weg en er waren allemaal weddenschappen afgesloten van we winnen. Maar het was 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. Het werd alleen maar gesproken hoeveel. Ja. Maar ja, we verloren met 2-0. Ja.
Dus, waar kwam dat vandaan, dat gevoel? Dat jullie zo nou, even zo... Wij waren toen veel beter dan NAC. We waren een veel beter team. En ja, we waren ook torenhoog favoriet. Maar goed, door een, ik zal niet herhalen, want dat is altijd heel vervelend voor degene die het betreft. Maar er waren een paar blunders en je komt 1-0 achter. En die keeper van hun, Jan de Jonge, vergeet nooit meer. Die haalde ook alles eruit. Of hij nou met zijn ping deed of met zijn... dat maakt niet uit. Alles hield hij tegen. Ja. Dus die bal wou er maar niet in. En dan maken ze ook nog in de slotminuut volgens mij 2-0. Ja, toen was het over en uit. Ja. En dat is voor mij de grootste en zwaarste nederlaag geweest in mijn leven, moet ik zeggen. Ja. Ja, denk dat je dat Feyenoord dat nu ook heeft een beetje? Die overschatting misschien wel? Nou, dat denk ik niet. We hebben natuurlijk, wat je zegt, tegen topploegs altijd goed gespeeld en goed weerstand kunnen bieden. Dus zullen dat niet te licht opvatten, denk ik. Nee, en het lijkt me ook niet de trainer Arne Slot tot daarna. Nee, maar goed. We hebben het nu over Fortuna hebben gezien. Dat zal hij ook gezegd hebben, tevoren, valt het niet te licht op. Maar dat kan je toch niet tegenhouden. Als dat in de hoofd van de spelers zit, denk ik van, nou ja, NEC thuis. Als we die niet winnen, als we die beker nou niet pakken, dan... Hoe is dat voor een speler, zo'n aanloop, zo'n week? Hoe beleef je die? Hoe heb jij die beleefd, zo'n week naar zo'n finale toe? Ja, eigenlijk niet veel anders dan andere wedstrijden, hoor. Dat is ook met Europa Cup wedstrijden. Dan ga je ook nog in trainingskamp vaak en ben je weg. Ik hield er niet zo van, want dan word je uit je gewone doen gehaald. Ik zeg, doe altijd maar gewoon. Normale voorbereiding die je voor elke wedstrijd doet. En de motivatie zit hem in de belangrijkheid van die wedstrijd zelf. En dan hoef je niet verder opgenaaid te worden via trainingskampen of dat je niet thuis kan zijn. Dat vind ik allemaal onzin. Nee. Daar wordt verschillend over gedacht. Dus, geen laatste training nu weer met vuurwerk en supporters? Nou ja, dat was in onze tijd al helemaal niet. Maar goed, dat moeten supporters weten. Dat is hun beleving en dat vind ik, er is ook niks mis mee. Maar dat voegt niks extra toe aan de spelers, hoor. Je ziet het voor Vitesse weer afgelopen wedstrijd. Ook weer met hoop vuurwerk en bombardie en... We spelen de slechtste wedstrijd van het seizoen daar, vond ik. Ja. Dus, ja. Dus het zegt allemaal niks. Ja, nee. Nou, gisteren heb je ook met Fred Rutte, zit je in die wedstrijd te kijken. Die komt ook veel bij de club, hè? Die praat ook veel met Rogier. Ja. Je zegt van, hij heeft eigenlijk best wel veel geleerd. Want het is ook nog een jonge trainer, hè? Nou ja, maar goed, hij heeft zelf ook aangegeven in een interview dat hij in ontwikkeling is. En dat trainersvak ook een ervaringsvak is. Ja, een ervaring krijg je alleen maar door het te doen. Dus... In die zin pakt hij het goed op. En ik ben ook blij dat zijn contract verlengd is. Nu. Ja, dat was mijn volgende vraag. Snap je dat hij blijft? Ja, dat snap ik volkomen. Ik zou niet weten wie anders zou moeten halen. Dat was ook in de tijd dat iedereen riep van hij moet weg. Zeg, nou, zeg maar wel wie je beter is op dit moment. Ja, Mario Been. Nou ja, bijvoorbeeld. Nee, maar goed, ik heb altijd geroepen en dat wordt me niet altijd in dank afgenomen. Dat het trainersvak het meest overschatte beroep in de voetbalwereld is. Waarmee ik niet wil zeggen dat hij er niet toe doet. Maar het wordt wel vaak overschat. Onderschatten moet je het ook niet. Want het is best een belangrijke functie. En heeft ook wel invloed. Maar er wordt soms een grotere invloed aan de trainer toegedicht dan hij heeft. Ja. Dat zie je vaak ook bij wisselingen. Is het met Vitesse beter gegaan dat Cocu is weggegaan? Noem maar een voorbeeld. Nee. Dus het gaat om hoe zit je selectie in elkaar en krijg je het aan de praat of krijg je het niet aan de praat. Ik denk dat als Stijn bij Ajax was gebleven, dat ze net zo hoog hadden gestaan als ze nu hadden gestaan. Jij loopt heel lang ook wel bij de club rond. Heeft de club ook een ontwikkeling doorgemaakt, zei je? Door juist niet in paniek te schieten, niet gelijk als supporters gaan roepen van weg met die trainer, maar de rust te bewaren? Ja, dan raak je een gevoelig onderwerp. Heeft de club een ontwikkeling? Ja, de club heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Want we hebben natuurlijk jarenlang, ik wil niet zeggen wanbeleid, maar geen goed beleid gehad. We zijn niet voor niks toen gedegradeerd en 5 jaar in de KKD blijven hangen. En dat heeft natuurlijk allerlei oorzaken. Dat kan ik allemaal opnoemen, maar dat gaat niet een beetje te ver om dat te doen. Maar allemaal wisselende technische directeuren, andere directieleden. Er zat helemaal geen continuïteit in het hele beleid niet. Dus elke keer als je weer gaat wisselen, krijg je weer een ander op een stoel. En dat heeft toch geleid tot heel veel onrust. En daar zijn we nu, als je dat nu zegt, met het benoemen van Carlos voor langere tijd, zijn we van dat probleem verlost. En Wilco van Schaik doet het nu als algemeen directeur prima, maar die heeft ook een tijdje de technische rol op zich genomen. En dat heb ik hem ook gezegd, dat moet je niet doen. Nee. En daar was ik ook fel op tegen. Maar goed, dat waren de oorzaken, die waren er toen, dat het niet anders kon. Maar dat heeft hij zelf ook gezegd, dat hij dan ook nooit meer in die situatie wil komen. Want dat is achteraf niet goed. Bart Verdingen hebben dat ook gehad. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Allemaal dingen die mensen die gingen zich met technisch beleid bemoeien, die er eigenlijk te weinig verstand van hadden.
En dan krijg je niet samenstelling van een goede selectie. Nee, maar dat bedoelde ik ook met de ontwikkeling. Je ziet dat nu wel voor, verder vooruit wordt gedacht. Nou ja, we hebben lange termijn visie. Ted van Leeuwen binnengehaald, wat op zich een prima technisch directeur is, hoor. Maar niet qua mens vind ik hem wat minder benaderbaar. En, ja, maar dat was ook niet. Dat was ook een keuze toen, ook niet voor het lange termijn. Nee, dat was ook een kort, want er was nog niks. Nee. Volgens mij is Carlos toen de tijd ook al benaderd, maar wilde AZ hem nog niet laten gaan. Nee, klopt. Dus dan moet je even schakelen. Ja, nou goed, dat was ook een prima overgangsfase. En ik was blij dat Carlos toch terugkwam, hoewel hij ook op vele manieren is weggegaan. Waar ik ook nauw bij betrokken ben geweest. Maar los daarvan hebben we met open armen weer ontvangen. En hij doet het prima. Daan, de finale komt eraan. Jij zit in 080 hè, daar, dus je hoort veel. Wat gaan jullie nog deze week iets doen? Oh, deze week weet ik echt niet. Nee, ik ben ook niet zo nauw betrokken. Ook niet zo richting de laatste training of zo? Ik weet ook niet of de selectie al eerder weggaat. Of gaan ze ook op zondagochtend? Of gaan die al zaterdag of vrijdag? Ik weet het echt niet. Nee. Nee, ik weet alleen dat er komt volgens mij best wel een aardig doekje bij de opkomst, volgens mij. Of meerdere doeken. In ieder geval een grote actie. Ze hebben laatst heel veel geld opgehaald. En volgens mij kost die actie al bijna net zoveel als wat erop gehaald is. Ja, dus, en volgens mij heeft de club zelf ook nog wat gegeven om iets moois te maken. KVB heeft er sowieso wat geld voor over, inderdaad. En zolang er geen vuurwerk wordt afgestoken, krijg je nog meer extra. Maar daar geloof ik niet zo in eigenlijk. Maar ik denk dat zal wel. Nee, ik denk dat ze die erin gecalculeerd hebben al, ja. Dus maar of er van tevoren iets gaat gebeuren, dat weet ik niet. Nee. Even naar afgelopen zondag. Ja, naar Vitesse. Ja, gekkenhuis. Ja. Ik heb zelf gekeken in de Schub, want ik had een kaartje ook voor het uitvak. Maar daar konden we helaas niet naartoe. Dus gekeken in de Schub en daarna blijven hangen op het voorplein. Ja, het was gekkenhuis, ja. Ja, honderden, zo niet duizenden mensen voor de deur. Was dit ook een beetje, zo zei Rogier Meijer het ook, van ja, we hebben een paar keer dingen niet kunnen vieren. Hè? We hebben eigenlijk het behalen van de finale ook niet groots kunnen vieren met supporters. Was dit dan even een goedmakertje? Moest dit eventjes? Ja, ik denk dat het er vooral uitkwam. We zijn natuurlijk nu al 3 jaar terug en we hadden nog niet één keer gewonnen van ze ook. En die bekerfinale hebben we niet echt gevierd, omdat... wanneer kwamen we terug? Zij kwamen een dag later terug. En ergens midden in de week. Dus, ik ben er ook geweest. Ik kwam s'nachts om 3:30 thuis. Dus Er waren weinig mensen voor het stadion. Nee, dus bleven hun overnachten. En die kwamen een dag later rond 12 uur of zo. Maar ja, dan moet iedereen werken. En, dus ik denk toch, ze wilden het gewoon even vieren. Ja. Met z'n allen. Dus je leest ook heel veel op Twitter dan Vitesse supporters die het allemaal overdreven vonden. Want je gaat er niet de overwinning op de nummer laat vieren. Maar... Dat zeggen zij. Ja, weet je wel, toen wij dat we gewoon de supporters er even aan toe waren om dat even te vieren. En dat we nog één keer in ieder geval van ze gewonnen hebben. Want we weten natuurlijk niet wat er gaat gebeuren in de toekomst. Nou, dat ze degraderen zeker, maar of ze überhaupt blijven bestaan is een tweede. Is er meer sympathie nu voor de trainer? Want ik heb een beetje het idee dat het wel een beetje is omgeslagen. Ja, ik heb het idee dat het ook omgeslagen is. Ja, op het begin was het heel erg Meijer oud. En 080 sowieso niet heel erg hoor. Want daar zetten ze altijd vol... Zeg een tweestrijd tussen... Groeperingen. Het is 080, ze is nog best wel vol met de moed erachter. En we gaan ervoor tot het bittere eind. En je had in het begin natuurlijk heel veel supporters die wel Meijer eruit hadden zien gaan. Ja. Maar je merkt nu wel dat de sympathie wel omgeslagen is. Hij werd ook toegezongen al na Cambuur al. In het uitvak werd hij al toegezongen. En het ging niet op de schouders nog. Ja. En op het voorplein laatst, dus ook werd hij weer toegezongen. Maar als je wint, heb je vrienden. Ja. Ja, dat is wel zo. Ja. Maar wat jij zegt, Daan, dat kan ik me ook wel herinneren. Kijk, ik zit ook wel natuurlijk op de tribune aan de wat fanatiekere kant. Niet in 080, maar goed. Dan krijg je nog wel eens wat mee. En zo nu dan een keer een uitwedstrijdje. Ook leuk. En ik weet nog, op een gegeven moment was het naar Heracles. Toen begon ook een deel van het uitvak toen Meijer rot op te zingen. En een andere deel die probeerde dat te overstemmen met NEC-liedjes. En dat is eigenlijk het hele seizoen een beetje is het gebotst. Ja. Totdat iedereen massaal achter Rogier Meijer is staan. Ja, tot het ging lopen. Ja, ja eigenlijk ja, wel. Ja. En dat valt 080 op de prijzen dan. Kijk, het is net zoals je bent, nu win je. Als hij de beker wint dit jaar. Maar volgend jaar verlies je de eerste 4-5 wedstrijden. Gaan we weer hetzelfde doen hoor. Ja, gaan we weer de bus op wachten. Ja. is dat het vervelende tegenwoordig aan het voetballen zijn? Dat was vroeger toch niet zo? Nou, we zijn ook wel eens belaagd hoor. We hebben wel eens toeschouwers op het veld gehad en ellende. En als het niet goed liep. Dus dat is niet. Maar het is nu wel wat harder geworden, vind ik. Wat,
wat grilliger. En, maar we zijn ook wel eens, ook in, toen ik in het bestuur zat, wel eens een stadion er niet uitgemogen. Of uit, ja, mocht van de politie dan niet. Hè. Ik denk, ze doen mij niks, maar ik mocht gewoon het stadion niet uit. Er stond er ook een paar duizend man voor de poort te gillen. En, of kwamen binnen zelfs mensen. Dus ja, ja dat gebeurde. Ja, natuurlijk zie je overal, hè, waar het niet loopt, dan worden supporters toch en terecht ja, boos. Maar dan zijn ze niet tevreden. Dat laten ze duidelijk merken. Ik las op de website van de Toto KNVB-beker dat de finale van 73 de meest sfeervolle finale was ooit. Eén van de meest sfeervolle ooit. Ja, dat kan wel, ja. Ja, hoe, maar hoe was dat in die tijd? Want nu heb je trommels en megafoons en klappende mensen. Hoe ging dat toen? Ja, dat weet ik ook niet. Dat was ook allemaal met spandoeken en vlaggen en ja? toeters en bellen. Uitgezwaaid en... in Nijmegen, dat soort... Ook, ja. En ik weet niet met hoeveel man ze toen daar met 20.000 volgens mij van beide kanten. Dus, Kijk. Ik kreeg nog wel ergens te horen dat toen de tijd bedrijven in Nijmegen de bussen sponsorden. Dat is nu niet meer het geval, maar toen zorgden ze wel dat voor dat de bussen... Dat zou wel vissersmeubelen geweest zijn. Maar dat dat wel gesponsord in ieder geval was. Ja, en dat de bedrijven zeiden van, nou weet je wat, wij betalen die bussen wel als maar mensen die kant op kunnen. Ja, precies. Ja, ja dat was een heel andere tijd, hè. Ja. Ja. Nou, we hebben het eigenlijk al een beetje gehad over de kansen. Feyenoord toch wel favoriet, zeg je. Maar ja, als we erin geloven en alles een beetje goed samenvalt, dan heeft NEC gewoon kans. Ja, zeker. Ja, zeker. Zo moet je ook naar die wedstrijd toe gaan. Als je er al naartoe gaat van, nou, dat wordt toch niks, dan wordt het ook niks. Je moet daar echt in geloven. Als we hem niet winnen, hoe moeten we dan terugkijken op dit seizoen? Of is dat ook nog echt afhankelijk? Bij play-offs zijn we toch wel een beetje zeker van. Play-offs ben je volgens mij wel zeker. Als je dat nog uit handen geeft, dan ben je het ook niet meer waard. Nee. Dus dat kan bijna niet meer, denk ik. Dus je kan zelfs nog vijfde worden als je dat nog op kan brengen. Ja, ik heb het schema van Ajax gezien. Ik denk dat dat een lastige wordt. Ja, dan had je hem nu moeten winnen. Ja, ja. Ja. Nou ja goed. De hele directe zekerheid heb je nu. Als je zondag wint, dan speel je Europa League. Dan speel je sowieso Europa League. In de groepsfase. In de groepsfase. Dat is nu nieuw natuurlijk met die competitie. Je speelt dan niet drie keer uit en drie keer thuis. Maar vier keer uit en vier keer thuis. Zoiets toch was het een heel nieuw concept. AZ zal het niet leuk vinden als wij dat redden. Nee, dat is, want die moeten dan voorrondes gaan spelen. Ja. Krijg je dat, hè? Ja. Het zou geweldig zijn. Vier mooie wedstrijden in het buitenland. Ze hebben volgend jaar naar Old Trafford moeten. Zou zo maar kunnen. Halen die de Europa League? Maar dat weet ik trouwens niet. Nee, dan moeten ze volgens mij nog wel wat punten erbij. Ja. Maar het zou kunnen. Erik ten Hag, eat your heart out. En de zee komt eraan. Ja. Zij, mag ik jou bedanken voor jouw komst. Heel fijn. En we zijn nog niet helemaal van je af deze week. Want woensdag zien we jou in een klein minidokje. En dan heb je het over die bekerwedstrijd. Hè? Van 73 ga je het over hebben. Hè? Of 1983. 83 ga je het over hebben. Ja, okay, nou, kan bij mij alle kanten op. Alle kanten op, heel fijn. Ik wens jou in ieder geval ook heel veel plezier bij de bekerfinale. Komt goed. En we zien elkaar. En dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Graag nog tot een volgende keer.